Japans nieuwjaar, sa sisuro. En de Japanse vechtsport. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. De heilige vaste maand Sassi-suro van de Javanisten begint dit jaar op vrijdag 21 juli. Hoewel Sassi-suro elk jaar altijd op dezelfde dag van de Javaanse kalender valt, verschilt die datum in de Gregoriaanse kalender van jaar tot jaar. Maar wat is Sassi-suro precies? De Gregoriaanse kalender is de kalender die bijna in elk land wordt gebruikt als officiële kalender. Omdat de Gregoriaanse kalender een zonnekalender en de Javaanse kalender een maankalender is, verschilt de datum van Sassi-suro op de Gregoriaanse kalender steeds 10 dagen per jaar. Sassi-suro is de eerste maand van het nieuwjaar volgens het Javaanse kalender. In die maand is het het moment, ja, het momentum om te gaan bezinnen over het leven en hoe het leven is ontstaan, hoe de mens is ontstaan, weet je, en dat alles wordt gedaan binnen die maand en die maand telt 30 dagen. Alle activiteiten die te maken hebben met het bezinnen, ja, worden verdeeld over die 30 dagen. Binnen de Surinaamse gemeenschap kent men deze periode als het Javaans nieuwjaar. In tegenstelling tot hoe de westerse wereld kijkt naar het nieuwjaar, is de eerste dag van de maand Suro geen feestdag, maar een moment van bezinning. Sassi-suro staat in het teken van het ontstaan van het leven. Ja? En dan is de eerste dag geen moment om te feesten, maar het is het moment om je te gaan bezinnen, om je af te vragen van, hey, wat heb ik kunnen doen? Wat heb ik kunnen bereiken het afgelopen jaar? En wat moet ik doen om een beter mens te worden in het komend jaar? Heb ik fouten gemaakt? Zo ja. Hoe moet ik de fouten herstellen? En je vraagt om vergiffenis voor de fouten die je bewust of onbewust hebt gemaakt. De eerste 9 dagen wordt er strak gevast, weet je. En dat is alleen maar om lichaam en ziel te reinigen van alle zonden die je hebt begaan. Bewust dan wel onbewust. Sassi-suro is dus de maand waarin lichaam en ziel worden gereinigd, omdat ze beiden één geheel vormen. Het doel is om al het negatieve achterwege te laten door te bidden en te vasten. Priester Chongatam heeft in verband met Sassi-suro een speciale boodschap voor de jongeren. Je moet te alle tijden, doet er niet toe waar, wanneer, hoe laat. Je moet te alle tijden, met altijd respect opbrengen voor de mensen die ouder dan je zijn en sowieso voor je mama en je papa. Ja. Je moet niet vergeten dat zij degene zijn die jou hebben gemaakt, ja, maar er is een hogere, ja, er is een schepper en voor alles dat leeft moet je respect hebben, ja. We leven in een moeilijke tijd, social media, ja. Als je niet met social media weet om te gaan, ga je de meest gekke dingen doen. Social media is goed, internet is goed, de ontwikkeling is goed. Maar let erop, weet waarnaar je kijkt. Kies je vrienden uit. Ja? En één heel belangrijk ding. Als je ouders bidden, bid met ze mee. Activiteiten zoals het bouwen of renoveren van het huis, verhuizingen, feesten, huwelijken
besnijdenissen en evenementen met een feestelijk karakter worden niet gehouden in een periode van bezinning. Op de 30ste dag van de heilige maand Suro, het feestmoment van de Javanisten, wordt een dankdienst gehouden waarbij alle gelovigen bijeenkomen om hun schepper te bedanken. Pencaksilat is de verzamelnaam voor vechtkunsten uit Indonesië en Java. Per streek zijn traditioneel verschillende stijlen ontwikkeld die vaak dieren imiteren. Het Pencaksilat is in die regio's waar het vandaan komt sterk vermengd met mentaal-spirituele elementen waarbij fysiek en geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In Suriname is dat niet zo sterk, maar is bij de jeugd de fysieke kant het bekendst. Deze kan ook zo. Wij mochten een avondje meekijken hoe de jongeren die het volgen het doen. Het was een gewone oefenavond, toch hebben wij een demonstratie gehad van de kindergroep. En Terrell, een deelnemer van de meer gevorderde groep, liet zijn favoriete uitvoering zien. Wat ik nu ga doen is balai 3. En yes, het is een traditionele kabangai. Maar power balai. De Javaanse vechtsport leert zelfverdediging, maar houdt genoeg beweging in dat het ook gewoon sporten is. Vandaar dat de deelnemers die wij hebben gesproken zeggen dat het niet moeilijk te beoefenen is. Het hangt eigenlijk af van persoon. Als je snel opneemt of kan opnemen, van zo'n techniek moet zo. Dus ja, zo ligt het. Het is niet echt moeilijk te begrijpen of te oefenen, want je kan 2 keer in de week en dan ga je telkens oefenen en oefenen thuis, mag je ook door oefenen, dus het is niet echt, er is niet echt iets dat moeilijk is. Misschien tanding, dus gevecht, dus echt vechten, daarmee doe ik niet mee, dus ik denk dat dat wel moeilijk zal zijn. Maar dus demo is wel makkelijk als je oefent. De meeste van de jongeren in de gevorderde groep doen ook meer mee voor de beweging die de sport biedt. Ik ben begonnen ermee omdat mijn zus was begonnen ermee en dan heb ik het overgenomen omdat ik het leuk vond. Het zag er leuk uit, dus heb ik meegedaan. Maar ik doe het om in beweging te blijven en voor mijn conditie en ook een beetje zelfverdediging leren. Gewoon om in beweging te blijven. Het is gezellig, leuk, ontspannen. Dus daarvoor doe ik het. Het is traditioneel Indonesisch en Javaans. Die traditie heeft veel geschiedenis die via de lessen van de vechtsport worden doorgegeven. Het is dus niet alleen veel bewegen en jezelf leren verdedigen, het is ook nog leerrijk. Ik vind het heel erg belangrijk, want er zijn niet veel scholen in Suriname. Wel, er is wel een aantal, maar niet veel. En natuurlijk, als jongeren niet beoefenen, kunnen we niet verder gaan. En dan stopt het hier. Dus, lijkt Pencaksilat iets voor jou? Kom meedoen. Het is leuk. We maken het altijd leuk. En als je in beweging wil blijven, kom meedoen. Als je het interessant vindt, kom langs. Kom. Het is gezellig. Dus kom gewoon langs. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn Javaans nieuwjaar, een fijn weekend en tot volgende week.
Thank you.